Kijk, ik probeer er wat van te maken. Ik probeer de traditie hoog te houden. Er zou een discussie moeten zijn van hoe gaat een volk om met zijn legendes? Hoe gaat een volk om met een oude man die zijn hele leven in dienst heeft gesteld tot het blij maken van jonge mensen? Kijk, ik ben een jongen van een andere tijd. Ik ben op mijn 14e ben ik naar een priesteropleiding gegaan. En ja, goed, zo'n opleiding werd in die tijd ook voor 40% bevolkt door jongens van het achterkantje, zou ik maar zeggen. Dat heeft mij gevormd, waardoor ik misschien wat makkelijker ben met aanrakingen. Misschien wat makkelijker ben met het zoeken van intimiteit. Misschien soms een beetje bazig kan zijn in seksuele of erotische situaties. Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen om een beetje te babbelen. Kom jij eens even bij Sinterklaas op school. Ja, ik heb die beelden natuurlijk ook teruggezien. Dat is niet per se een periode in mijn leven waar ik trots op ben. Ik denk dat je zeker kunt zeggen dat ik daar over grenzen ben gegaan. Waarbij ik wel zou willen aantekenen dat er ook bij mij een cadeautje door de schoorsteen geschoven werd, waar ik ook niet op zat te wachten. Maar goed, dat hoort er dan bij. Het is voor mij een vak wat ik uitoefen en een positie die ik inneem, waarbij ik de mensen probeer een gevoel van veiligheid te geven. Maar het is vaak juist die knusheid en die veiligheid die bij mij de sappen doet stromen. Daarbij vergeet je dan soms dat de ander, les autres, zoals ik ze noem, hun eigen beleving hebben van zo'n situatie. Dat vergeet ik dan wel eens. En dan is het, op een bepaald moment verlies ik dan de empathie. En dan is het zo snel mogelijk naar het doel toe werken. Zodat ik ook weer verlost ben van die spanning en me volledig kan storten op wat de facto mijn taak is. Het geven van cadeautjes. Nou zeker, je had in die tijd natuurlijk een veel meer gezag dan nu. Er was ook een zekere angst. En we hadden een fantastisch instituut in Madrid om de kinderen die niet wilden deugen een heropvoeding te geven. Dat was het, de legende van het kind wat meeging in de zak van Sinterklaas. Dat was natuurlijk geen echte zak, maar de kinderen kregen een lichte verdoving en werden meegenomen en kregen een heropvoeding. Wat in heel veel gevallen heeft geleid tot fantastische resultaten. Natuurlijk zijn daar ook wat dingen misgegaan. Er is op een bepaald moment is daar een jongetje in coma geraakt en toen kort daarop nog één. Waardoor het instituut onderdeel van discussie werd. Nou, dus dat is op de fles gegaan. Op een gegeven moment zijn we daarmee moeten stoppen. En dat vind ik achteraf wel jammer, omdat we ook heel veel goed werk gedaan hebben. Een jongen als Dries van Acht. Als een jongen met een verkeerde mentaliteit en de verkeerde vrienden. Jammer Sinterklaas, dat zijn zulke leuke mensen. Ik zeg, dat zijn geen leuke mensen. Die mensen hebben Jezus Christus vermoord. Daar moet je niet eens meer om willen gaan. En kijk eens hoe ver die gekomen is. Nou, dat is een soort mannelijkheid wat je dus niet meer ziet. Tegenwoordig is het, ja, wat zie je? Giel Beelen, jankend op tv. Ja, de Zwarte Pieten-discussie. Je moet je voorstellen hoe dat voor mij is. Ik kreeg een telefoontje, ja, er was trammeland. Want er werd geroepen, Piet is racisme. Want het deed dan denken aan de slavernij. Ik zei, nou breekt mijn klomp. Nou breekt mijn klomp. Die jongens verdienen goed. Die jongens worden goed behandeld. En als er iemand hier als een slaaf behandeld wordt, dat is deze jongen hier die hier zit. U zou gezegd hebben tegen een van uw pieten, op een soort piet zie je blauwe plekken niet. Ik geloof niet dat u werkelijk ook maar een flauw idee heeft van de stress, de spanning die erbij komt kijken, op het moment dat er 9 miljoen pakketjes in een periode van een week van A naar B moeten worden gebracht. Vallen er harde woorden in een oorlogssituatie? Ja, soms vallen er wel eens harde woorden in een oorlogssituatie.
Wordt er wel eens gesnauwd naar elkaar? Ja, er wordt wel eens gesnauwd met elkaar. Wordt Sinterklaas wel eens een beetje boos? Ja, natuurlijk wordt Sinterklaas wel eens een beetje boos. Zit het Sinterklaas wel eens tot hier? Ja, natuurlijk zit het Sinterklaas wel eens tot hier. Pakt Sinterklaas wel eens iemand bij de stoel en zegt, als je nou godverdomme niet gewoon je taken uitvoert, dan sla ik het bloed uit je ogen. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Ja, natuurlijk. Is Sinterklaas een mens? Ja, natuurlijk is Sinterklaas een mens. En ik zit op mijn oude dag nog op een paard op een dak. Dat was eens geprobeerd. Om op een paard op een dak te gaan zitten. Terwijl je 400 jaar oud bent. En dan gaat het over wat ik gezegd zou hebben tegen een Piet, over blauwe plekken. Kak er lekker op. Ik ben altijd een creatieve jongen geweest. Altijd geïnteresseerd geweest in kunst. Gauguin, Van Gogh, Da Vinci, de grote jongens. Het moet allemaal anders en het moet allemaal nieuw. Dat gezeik. Dan denk ik, ga zelf het dak op. En dan was het klaar met de praatjes. Ik spuug erop, mag ik best weten. Even de boel. Even alles van me af. Dan mag het ook een keer over Klaas gaan.